Ja, en dan stond hij hier en de schuur is ook helemaal kapot. De fiets van Bram was speciaal voor hem gemaakt. Zo'n kleine elektrische fiets is standaard niet te koop. Hij was echt aangepast en um, uh, voor mij en ook precies op de goede lengte. Maar, en ook omdat ik tegen een groot, steile heuvel aan moest fietsen, zat er ook een bergstand op. En dat zit er niet bij de meeste elektrische fietsen. En zonder zijn fiets kan Bram geen kant op. Omdat ik een spierziekte heb. Ja, en wat merk je daarvan? Dat ik snel moe word, dus ik kan niet op een normale fiets naar school. Dankzij de elektrische fiets kan Bram zelfstandig naar school en naar zijn vrienden. En dat kan nu niet meer. Ik kan niet bij een vriendje nu spelen, ik kan niet meer samen met hem naar school fietsen. Dus eigenlijk betekent het heel veel voor me. Ik ga hem nu naar school brengen en halen voorlopig totdat we een andere oplossing hebben. En hoe we dat gaan doen weten we nog niet. Als je bijvoorbeeld stilt van. Een kind die een spierziekte hebt. en dan ook de schuur helemaal kapot maakt. Ben je eigenlijk best wel gewoon laag. Zo'n fiets is het. Ziet u hem staan of wordt hij te koop aangeboden? Wel dan de politie in Heer Hugo Waard of RTV NH.